kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Junior Remus, vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan zeker niet te abonneren. En ik heb weer al een kapotte bestand, blijkbaar in mijn vlogs. Ik weet niet hoe het komt dat ik de laatste tijd regelmatig stukken heb in mijn vlogs. Dus ik ga ze even gewoon eens bekijken. Vlogs. Ja. En dat is ook nog een hele grote bestand. Dus de vlog is bij deze ook ingekort. Normaal gezien was er voorzien voor ook een timeslapje. Eens kijken als dat deze is. Ja, ik bekijk alles te goed. Wat is hier? Even kijken. Ah, deze mag eruit. Deze is een timeslap snelheid. Wordt echt een hele korte vlog. Een vlog van 3 minuten maar en 39 seconden. Sorry ervoor. Nee, dat kan niet. Ik had 's morgens ook al redelijk. Dat is die bestand. Ik had 's morgens een redelijke grote intro al gemaakt. Dus had ik ook al wat vragen beantwoord, ook wat op YouTube en al. Maar dat is verloren gegaan. Bij deze mijn excuses. Dus nu weet ik wat er terug is gaande is. En ja, sorry ervoor dat het mislukt. Ik ga ook sowieso zeggen, de laatste tijd gaat het ook niet redelijk goed met mij. Waarom niet? Omwille van, ik begin echt op te geraken ook met content. Ik heb wel content voor deze weekend, waar wij, ik en Bea samen kunnen gaan doen. Het gaat ook eens heel leuk zijn. We gaan, dus ik ga het al sowieso al even vrijgeven. Of een preview vrijgeven. Dat is, we gaan gezichtsmasker doen. Dus, en dan gaan we ook filmen. Dat gaat ook iets heel leuks zijn en al. En dan moet er ook even opblijven. We gaan dat ook filmen. Als we het van ons gezicht afhalen en al. Hoe pijnlijk dat ook gaat zijn. Dat gaat ook iets heel leuks zijn. Dan gaan we ook kijken hoe maak je slijm. Dus dat willen we ook voor jou gaan doen. Voor eens echt een slijm gaan te maken. Dat kan echt heel leuk zijn. Maar ik kan ook al jullie sowieso al zeggen wat jullie nodig hebben. Dat is 1. Kinderknutsellijm. Gillette scheerschuim. Lenzenvloeistof. Amai. Dat is niet dat je dat nodig had. Gillette carousel. Oké. En startplaats opborg box met deksel. Dus dan gaan we ook proberen morgen eens te doen, ofwel echt zoiets iets heel leuks. Hebben jullie echt heel leuke knutselideeën? Echt waar, knutselideeën. Laat het hier in de reacties weten. En dan gooi ik het ook wel eens in de vlog. Dus dan weten jullie ook dat de vlog gisteren een hele stuk van 8 minuten ontbreekt er. Dat is redelijk veel. Die ontbreekt, daar is ergens iets misgelopen. Ik krijg die echt niet meer terug. Het is een hele grote bestand, maar ga ik het nog hersteld krijgen, ja of nee? Ik ga eens even kijken bij Media Info. Als die toch wat informatie los kan krijgen van die dingen, nee. Ik krijg alleen maar de grootte te zien en dat is weer al kloeten. Sorry daarvoor dat de vlog van donderdag een klein beetje mislukt is. Dus ik ga dat ook zo noemen, mislukte vlog. Ja, mislukte vlog, dat ga ik zo noemen. Ja. Oké.
Dan moet ik nog één ding erin toevoegen. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Tijdslijn, zo. Dus bij deze, ik ga hier nu jullie laten. Ik ben ook al vandaag op Pokémon Yard geweest. Ik ga ook eens binnenkort dus al die screenshots wat ik al heb gevangen en al wat ik nog niet heb, eigens heb online heb geplaatst, ga ik ook eens in een vlog gooien of zo. En dan ga ik daar ook een mooie dia-show van maken, maar dan een aparte movieke van. Want dat gaat ook een hele lange filmpje zijn met allemaal dia's van wat ik allemaal heb gevangen van Pokémon. Dus ook binnenkort te zien op Psycho TV. Tot later. Zo, mijn papierbij-kanaal is gedaan. Ik zal zo even naar buiten kijken. Het is ook weer geen dendertweer hier. Om de zoveel haflaflaf. Maar ik ben geen kinder toe. Dat is het aan het regenen. Jawel. Dus en ook... Mijn zetel is al een redelijk grote deel al opgeruimd. Toppie. Ik heb dus echt iets heel moois. De televisie gaat daar staan. Ook waar de beelden al afgespeeld worden. Met een webcam. En dan gaan we hier zo zitten. Ook met ons studiocast. Dit. Vraag ik bijvoorbeeld voor in de kleurplaten. Kan ik daar ook afprinten. Kan ik daar hier ook mooi ophangen. Jullie decoratie. Dus toppie. Ben ik al een momentje bezig. Want ik zei toch binnenkort. En ik was al heel blij om. En ik was zo stemmen soms. Hier komen dan echt de studiogasten dan zitten. Oftewel, dat ook kan zijn ook richting die kant. Omhoog van hier staan dan daar staan de spelconsoles, de PlayStation 1, de PlayStation 2, de Sega 16-bit. Maar dan heb je nog nodig voor dat iemand een kan steken. Wat dat ook kan werken op mijn televisie. Dan hebben we ook nog een Wii. En een desktop. Maar binnenkort wel een BT-test. Ik ga ervoor sparen. Ik heb dat al vaak gezegd. En ik kan het niet eens op doen. En dat ik ook met jullie kan gamen. Dat is toch eigenlijk het belangrijkste. Zie jullie allemaal straks terug. Ik ga straks Bea halen om 4 uur. En ik vertrek hier. Om 4 uur. Nee, om 4 uur vertrek ik hier. Om daar kwartier te arriveren bij haar mama. Dus dan weten jullie dat. Ja, dit is dus eindelijk een auto-vlog. Ik zit nu op mijn appartientje te vloggen. Voor jullie. Dus ik zit niet lekker in die moeilijke. Die. Heeft er iemand een dumpling gemaakt? Oké. Ho. Ik stond er allemaal niet goed. Nee. Voor de rest kijk jullie later. Ik zie jullie allemaal straks terug. Ja! Kijk eens. Ik ben hier iets mysterieus bezig. Even bepaalde dingen wegdoen. Voilà. Ik wil jullie een iets kleins laten zien. Het is een mega project wat aan het gebeuren is. Daar staat een datum. Er is een mega project momenteel bezig, maar... Je moet er niet te veel van verwachten. Maar ik ben er wel heel lang mee bezig. Want het is met heel veel datums. Knippen, plakken, plakken, knippen, knippen, plakken, plakken, knippen, knippen, plakken, plakken, knippen, knippen. En zo leer ik ook meespelen met die video-editor. Dan weten jullie dat. En ondertussen tijd is ook mijn vlog dus goed aan het verlengen. Dat is goed, voilà. Ik heb mijn computer maar op slaapstand gezet. En ik ga nu zoeken ze van door naar mijn moeken. Ik was dan even nog eens komen kijken. Ik heb mijn gsm-kabel niet laten liggen. Nee. Dus,
op nu naar mijn moeke toe. En dan daar eten. En dan beeën uithalen. Jee. Echt waar. Ik hou van jou, schatje. Soms laat ik het niet blijken, maar toch is het zo. En nu heb je het ook gehoord van dingen. De vlogs gaan opnieuw anders zijn. Want mijn schatje mag ook door de week hier binnen. Jee. Ah ja, over die project. Het project staat al op een lengte van een half uur. Damn, en het gaat nog langer worden. Ik denk dat dat iets van om de beide een uurtje of een uurtje en een half gaat zijn. Die video hè, waar ik mee aan het maken ben. Maar ja, ik zal zeggen, geniet van een tuinslapje van hier. Tot bij mijn moeder. Voilà. Sessa. Oh, het is wel frisjes. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Tot zelfs allemaal. Yo. Voilà, ik ga eens lekker eten. Ik hoop dat jullie van de timeslap hebben genoten. Daar zit je nu ook wel heel goed en duidelijk hoe het zo nacht ook wordt. Dat vind ik ook wel echt heel mooi. Dus ik hoop dat jullie er hebben van genoten. En nu ga ik lekker eten. Hallo kijkers, ik heb goed nieuws. Na kerstmis kan ik al voor al één product foto's maken. Want dankjewel, Moeke. Voor een contrast hoodie voor mij te kopen. En dan van mijn ouders, daar krijg ik de rugzak. Dus daar ga ik dan ook foto's van maken. En dan ook dat op internet zetten. Oh, ja, schat. Ik heb nog maar 5 minuutjes geleden een sms'je gestuurd van ik ga nu vertrekken. Ben je er? Holy shit, jong. Ik heb geen helikopter. Alex, zie jullie allemaal straks terug. Yo. Zo, kijkers. Ik ben weer al aankomen hier op mijn appartementje.
Ja, achter de schermen moet ik even lachen wat achter de schermen gebeurt. Ja, zeg maar dat ik naakt ben, dan mogen ze weten. Ja, nu weten ze het wel, ja. Nu hebben ze het gehoord. Hoe zeet je? Naakt. Oké. Dus ik wil ook nog, voordat ik de vlog ga beëindigen, we gaan morgen ook nog iets heel leuks doen. En het heeft met dit te maken. Deze strip. Dat gaat weer al heel leuk worden. Hè, schatje? Okay, en pijnlijk. En pijnlijk, ja. Maar eerst, vooraleer dat ik dat ga doen, ga ik me wel scheren. Zelfs uw wenkbrauw? Nee, dat weer al niet. Maar mijn uniebrauw. Oké. Okay. Dat ga ik wel even zo wat scheren en al. Voor de rest... ben ik niet meer toegekomen aan mijn megaproject. Het staat al op afgeklokt al meer dan een half uur. Ik ga sowieso al een tip geven. Dia show. Dus ja, het gaat echt heel leuk worden. Maar voor de rest ga ik jullie nu laten. Gaan we naar fucking hell. Naar Enzo Knol. Dus zijn vroegere stopwoord was fucking hell. Of zoiets met fucking. Was zijn stopwoord. En ja, ik heb daar een klein beetje over genomen. Ook met die van die John Deers. Je kunt niet goed knipogen. Allee, mijn schat. Kijk. Ik moet altijd smoelen trekken met knipogen. Ja. Ja, sorry. Schatje. Ja? Ja? Nee, laat maar. Ah, oké. Okay. Mensen, ik ga jullie laten. De dag is weer voorbij gevlogen. Ik hoop dat jij hebt genoten van... Schat, misschien moet ik dat toch zeggen dat het mij vandaag niet gaat. Oké, okay, maar dan wel achter de schermen? Ja, gewoon dat het mij niet gaat. Oké, okay, en wat gaat er dan juist? Moeten nee. Kijkers dat ook weten of niet? Ik ben gewoon heel zenuwachtig voor woensdag. Ja. Want dan ga ik naar een appartement kijken. Dat is heel spannend, want daar ga ik alleen wonen. En ik vind het jammer dat we niet samen kunnen wonen. Maar ik moet ook aan mezelf kunnen denken. En op dit moment gaat het niet goed met mij. En ook niet met onze relatie, waardoor ik niet wil dat jij... denkt van, oh Bea, ik heb me verlaten. Nee, dat is niet waar. Ik wil gewoon eerst aan mezelf werken voor ik samen ga wonen. En dat wil ik ook de fans duidelijk maken, gewoon puur. Omdat ze weten van, oh, het ligt niet aan Dimitri. Want het ligt ook niet aan u. Dus mensen, dus jullie hebben het nu gehoord. Ik heb dat niet uit haar mond laten pushen. Dat heb ik totaal niet gedaan. Dat is echt gewoon spontaan gekomen van haar uit nu, wat zij heeft gezegd. Ja, ik wou net zeggen, het was echt wel uit mijn hart gekomen wanneer jij aan het vloggen al was. Dus ik heb het niet aan u kunnen navragen of ik dat mocht. Dus bij deze mag wel. Wilt je dan nog iets kleinigheid zeggen tegen de kijkers? Dat ik een graag heb. Oh, hoort dat eens. Maar mensen, ik ga nu wel beëindigen. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Fris en wel. En... voilà, nu hebben jullie haar ook nog in beeld gezien. Alleen mijn gezicht kan geen kwaad, hè? Nee. De rest is voor mij. Ik denk dat daar één en moet geblust worden. Dus mensen, salukes. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Vergeet geen blauw duiken. Nee mensen, niet verkeerd beginnen te denken. Alsjeblieft, niet verkeerd beginnen te denken. Maar dat kwam heel verkeerd over. Dat kwam echt heel verkeerd over. Daarom dat ik ook met een outro in één keer stopte. Dat ik in één keer spontaan moest lachen. Dus... shit, ik kan niet met een outro... doe dat alsjeblieft nooit meer. Dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog
of een livestream is, of een gaming movie is, of iets anders van video's. Wie weet, binnenkort misschien wel meer video's. Allee, ik zie jullie allemaal morgen fris en wel terug. En nog één ding. Het is nog altijd coronatijd, dus stay safe.